Nationaal Jeugdorkest, Sylvia Dood. Zet hem op, Luna. Ja? Ik ga jullie een sprookje vertellen. Er was eens een meisje. Zij werd geboren in Amsterdam. Van jongs af aan ging zij met haar ouders naar toneel en musea. Dat vond ze heel erg leuk. Toen ze ouder werd en ook met school naar toneel en musea ging, merkte ze dat niet alle kinderen die ervaring al hadden. Ook die kinderen genoten van de bezoeken. Het meisje werd een echte kunstliefhebber. Ze ging zelfs naar een middelbare kunstprofielschool. Toen gebeurde er iets vreselijks. De politiek besloot dat er heel veel op kunst en cultuur bezuinigd moest worden. Zoveel dat kinderen die kunst pas op school hadden ontdekt, nu helemaal geen kunst meer zouden hebben. Het meisje zag haar droom in duigen vallen. Maar gelukkig kwam er een schreeuw. Een hele harde schreeuw om cultuur. Die was zo hard dat de politiek wakker schrok. En het meisje, dat leefde nog lang en gelukkig. Dank u. Bolkestein. En ik ben inderdaad van de VVD. Ik ondersteun deze coalitie. Deze politician. En dit kabinet. En ik steun dit kabinetsbeleid behalve om één punt. Oké. En dat ene punt, dat zijn de bezuinigingen op kunst en cultuur. Ik ben daar tegen. Ik wil niet minder geld voor kunst en cultuur, maar meer. Yeah! Oké. En het verschil wil ik financieren uit de vermindering van de ontwikkelingshulp. Ja. Yeah. Dat is mijn. Ik vind wel dat het wel deels in. Ik zat toen op de middelbare school, hier vlakbij, en toen hadden wij schoolconcerten. En die schoolconcerten die werden 's middags beluisterd in het concertgebouw. En wij gingen daar naartoe, die concerten duurden van 5 tot 7 uur. Wij gingen daar. En tijdens een van die concerten, zoals ik zeg, kort na de Tweede Wereldoorlog, gebeurde er iets dat bij mij bleef hangen. Plotseling hoorde ik iets waarvan ik dacht, dit is mooi. Ik weet nog precies wat het was. Het was de 3e suite van Bach. Sindsdien heb ik veel naar Bach geluisterd.
naar klassieke muziek, naar Mozart, naar romantische muziek zoals Schubert. Tegen Mozart. In ieder geval, ik heb sindsdien veel geluisterd naar muziek. Ik luister daar bijna dagelijks naar. Mijn vrouw doet dat ook. En ik wil dat iedereen in de gelegenheid is om daar ook naar te luisteren. Yeah. Daarom wil ik niet minder, maar meer geld voor kunst en cultuur. Yeah. Wat ik wil is Amsterdam muziekstad, Nederland muziekland. Yeah. Dat is wat ik wil. Yeah. Hallo iedereen. Wij van de Futje hebben de actie Geen Schrok om de Pop opgericht om met zoveel mogelijk artiesten een geluid vanuit de popwereld voor de hele culturele sector te laten horen. Ik mag heel veel op deze mic voor de gitaar. Dit is onze schreeuw om cultuur. Schreeuw alsjeblieft met ons mee. Everybody knows. Always dancing in the wrong club. Trying to fill the holes you try to focus on your editor. Everybody sees it, yeah. You make me feel like you've got a disease. La 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 la. I sent you my smile on the 2nd of March. I wanna take you home. You sent me your smile on the 2nd of la la la. Sent you my smile on the